Werd jij vroeger op het pleintje wel eens als laatste gekozen? Nee, dat denk ik niet. Nee. Insta, Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube. Welke staat op 1 voor jou en waarom? Ik denk Instagram. Waarom? Waarom? Ja, ik denk dat toch iedereen het meest op Instagram zit. Qua foto's plaatsen, filmpjes. Ja, ik denk dat mijn vrienden en de mensen die ik volg ja, het meest op Instagram doen. Dus daarom, ja, Instagram staat wel op 1. Heb je wel eens een panna gekregen? Ik heb wel eens een panna gekregen, ja. Ja, zeker. Goal of een assist? Hey. Ja, ik denk toch wel een goal. Welke voetballer was jij vroeger op het pleintje? Op het pleintje? Poeh. Ja, ik weet wel dat ik altijd de hele dag bezig was met voetballen. Vroeger had ik als idool wel Steven Gerrard altijd. Dus ja, die kan van alles wel een beetje. Hè. Dus ja, dat was mijn idool altijd. Je mag één vraag uitkiezen die je meer wil uitleggen. Welke kies je? Eén vraag? Ja, jij wil natuurlijk naar die panna toe, hè? Van jou heb ik nog nooit een panna gehad, volgens mij wel. Hoor ik daar een uitdaging? Vandaag nog niet. Hoor ik daar een uitdaging? Ik krijg er niet heel vaak een, hoor. Maar misschien met een rondo op training. Ik denk dat de laatste keer was. Ja. Wie gaf hem? Ja, ik weet niet meer wie, maar moet ik een naam zeggen? Was? Ja, tuurlijk. Ah, dan zeg ik gewoon Nigel de Jong. Dan zal hij wel blij zijn. Uit. Ja? Ook jouw eigen Cruijffkoord heeft de 14 regels van Johan. Welke regel spreekt jou het meest aan en waarom? Er staan een hoop mooie spreuken bij, maar ik denk nummer 1. Alleen kun je niets, je moet het samen doen. Ik denk dat het wel een mooi is, vooral in de voetballerij natuurlijk. Je doet het altijd als team, alleen red je het nooit. En ik denk, ja, dat je als team samen met je teamgenoten elkaar beter kan maken, maar elkaar ook heel goed kan helpen. En dan vind ik het wel een mooi standpunt. Marco, de voetballerij is een harde wereld. Zelden heb je er echte vrienden in. Ik heb dit sterretje bij me. Dit steek ik zo meteen aan. Hou maar vast. En zolang het sterretje brandt, moet je iets uit je hart over iemand vertellen. Uit de voetballerij. En diegene is... Kom op dan. Juist, Davy Prupper. Davy Prupper. Nou, Davy Prupper is er vandaag ook. Ik ken Davy al heel lang. Hij is een goede vriend van me. Ik heb denk ik 10 jaar bij hem in het team gezeten. Hij heeft nu ook met mijn nichtje, dus we blijven bij elkaar in de buurt natuurlijk. En samen op vakantie geweest, dat doen we eigenlijk elk jaar. Dus ik heb aan Davy een hele hoop als goede vriend, maar ook als iemand die ik vertrouw, waar ik informatie aan kwijt kan. En Davy, sterretje als van jou, jongen. Uit. Ja. Al dus Marco van Ginkel op zijn eigen Cruijffkoord. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. Adios, bye bye, amigos. Ciao. Ciao. Ja? Voor jou ook nog nooit een panna gehad. Yo!